nergens over nadenken. Probeer het gewoon. Ik heb een zes honderd kilometer. Toen kan ik je opnieuw lopen. Ja, is goed. Ja, nou, dat is niet aan de opkomst van. Ja. Ik zei net, de meeste zetten me aan het werk en ik kiezen eraan en ik gewoon een krippel weer terug. Ja, ja, ja. Ik zei, gewoon niet rijden.
Even wachten. Even wachten met dat worstje. Dankjewel. Ja, maar ja, het is natuurlijk volgens een beetje gein, hè? Dat is een bekend merk, hè? Ja. Kijk hem. De oude baas die dus bij de wegenwacht had gereden, die had op een BSA gereden. En zeg maar, het was schijnbaar ook de directie van de ANWB. En die hadden nog nooit zo'n mooie gezien. Die hadden ze zelf niet eens in het museum. Maar leuk ook die benzinetankjes erbij. Achterin. Hoe oud is hij? Martin is denk ik in de 70 al. Erop krijgen we ermee. Motoren, dus nou moeten ze toch kunnen vinden. Ja, maar ze vinden het wel. Dit is dus het soort model wat ik ook heb gehad van die BMW. Hè? Ja? Ja, dat is jammer, hè? Dat is de eerste. Ja. Ja, dan moet jij moet foto's maken. Het is toch wat. Hoeveel heb je er nu, Martin? Nee. Hoeveel motor heb je nu? Ja, 17. Dit is helemaal rijden, ja. Oh, we zien rechts. Ja. Oh, nee. De rug tot hier. Ja, dan rijden. Dus waar de
Roeselaar. Tenminste, meneer Roeselaar. Ik had wel verwacht dat je het aan had gehad, maar ja, vooruit maar weer. Hoorde zo. Nou ja, hoort het toch bij? Hoe is het met de honden? Die liggen in de kamer op de bank. Hij is lief? Jo. Oh, is er geen zo'n boef bij? Nee, het is echt lieve beesten, ze allebei. Ja, ik vind het wel mooi. Wat had je die? Lukt het niet te donker? Nou, het is wel donker natuurlijk. Ik ga licht aan maken. Nee hoor. Spuiten. Hebben we niet opgebouwd. Hoe dan? Ja, ik moet het vastleggen allemaal. De worsten. De worsten vastleggen, dan kunnen ze niet meer gaan. Ja, maar dan hebben ze, krijgen ze weer nieuwe worsten. Moet je eerst het podium. Ben, ja. Staat de prijs bij de DKW van 1936. Ja, dat was vroeger. 540 gulden. Ja. Dat is veel geld. Ja. Ja. Mooi, hè? Dat is veel geld. Ja, ik heb twee. Ja. Twee beurtjes voor de vrouw. Ja, dat kan ik niet. Ja, dat heb ik gedaan. Hey, goed, hè, Martin? Ja, ben je? Zonder pak. Ja, zonder zijn pak. Toen haar geweten wat nou is, had ze al drie man. Ja, ja, ja. En zo gaat het toch? Ja, dat is een beetje. Hé, Suzy, bij je zo. Ja, op de haal je. Ja, ja. Oude motor onderdelen. Hartstikke leuk. Schakelaar nog. Maar die komt in de afdeling. Hier nog een pen. Voor een naaf. Kijk, tandwiel. Gaan we door, gaan we door. En een zakje mee. Nee, we zijn altijd welkom. Leuk. Ja, ik vind het heel leuk. Heb je met de Ewart de motor gereden? Nee, ik ben met de 1 begonnen. De 1? 1 ben ik begonnen. Ja, je hebt meer bewaard dan ik. Ja, dat boek zal ik ook nog wel hebben. Ja. 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 Ik heb veel betaald met de monteur van de week gewacht, Wim Hoefliet. En die rijdt op een lege motor. Die leger, hebben toen de tijd, hebben die BSA van leger, en die had ik van leger gemaakt. Die hebben ze geen gespoten en dan rijdt hij nog steeds mee. Ah, ja. Maar je mag het ook in het zakje doen weer? Ja, ja, mag ik erin, dankjewel. Hartstikke bedankt. Dit zit wel de volgende toch? Ja, ik weet waar hebben ze toen ook in die 1200 bion gereden. Dit is een echte originele wegenmotor. Dit is een echte originele wegenmotor geweest, ja. Het zijspan dat was helemaal gedaan. Daar heb ik nieuw plaatwerk gemaakt. Was helemaal ja. Onderstellen heb ik nog kunnen bewaren. En spa wat ook nog. Maar de bovenbouwers hebben we nieuw gemaakt. Ja, want toen in die tijd mocht dat allemaal, mocht niemand particulier wat van hebben. Dat moesten allemaal apart met die auto's ook. Ja. Met die eenden en ook Nolts waar ik mee gereden heb. Maar daar mocht je niks van hebben. Ja, en op een gegeven moment werden ze ja, door een opkoperscherm gekocht en ze toch links en rechts nog bij waard gebleven. Dat is een paar weken terug, ze hebben die golf van 10 jaar. Ja. Hier heb je de vlag. Ja, op een gegeven moment bewaren, op een gegeven moment mijn vrouw, ik hou er helemaal niet van oh zooi. Zit nou weg ermee. Nee. Maar is het, je legt het ergens neer, hier kom je tot zijn recht. Maar thuis ligt het in de kast of in de garage. Daar heb je niks aan. Hier kom je echt tot zijn recht. Ja.
Dat had ik op het embleem, dat is een speciaal embleem op die neusen. Van beide kanten wegenwacht. Ja, want dat had ik niet gehad, was zo'n blikken plaatje. Ook wel van de wegenwacht, maar aan de ene kant. Maar er komt er eentje uit Nijmegen. Het eerste wat ik overgehouden heb, van de laatste dienstauto, die lichtkant. Die heb ik nog thuis, van aan de wegenwacht. Door van de een. Nee, ik heb een tijdje, ik heb 12 jaar lang met een proefauto gereden, was een Opel. Opel Rekord. Ja, maar je wil de rotonde nou gaan en ze steven neer met hem. Ja. Hey, het is maar een neger trouwens, moet je Chinees nemen. Ja, maar dat doet nog meer. Nee, maar hij doet het moet je Chinees nemen. Chinees, bedoel? Wordt gewoon mooi in weg. Ja, dat wordt. Ja, maar ik ben. Ja, maar hij joh, als hij bun zal hier, bun uit weg. Ja. Wel een spaas er weer aan. Ja. Zo'n spaas vroeger de bal. Ik heb het twee keer meegemaakt.